zit je dan thuis? Beetje lezen, beetje niks doen. Nou heb ik uit verveling ook heel veel op internet gezeten. En nou zag ik op een gegeven moment een idee voorbij komen van een heel leuk tuinstoeltje. Tuinstoeltje, kampeerstoeltje eigenlijk. Of beter gezegd, gewoon een zeiltje. Heel simpel idee. En ik had zoiets van, weet je wat, ik ga hem ook maken. En ik vond hem zo goed, dat ik nu dus een video ga maken over hoe jullie hem dus ook kunnen maken. Wat je dus ook kan doen, is je eigen kampeerstoeltje bouwen. Wat je eigenlijk een paar nodig hebt, zijn een paar dingen. Nou, moet je misschien je moeder even lief aankijken. Allereerst, een naaimachine. Verder heb je nodig een lap stof. En dan zorg je ervoor dat hier en hier een opening wordt genaaid. En dan komt het leuke gedeelte. Je gaat er even op uit naar het bos op zoek naar een paar palen. Als het goed is, kennen jullie dit gebied nog wel? Dat vind je ook niet overal in het bos. Iets met geocachen. Zou hier wel een tak te vinden zijn? Wat touw. Een dwarsbalkje. En drie balkjes ongeveer op ooghoogte. Het enige wat je eigenlijk nodig hebt is 1, 2, 3 en 4 touwen als het ware. Kunnen veten zijn of paardakkoord. Een zeiltje die je moeder moet laten naaien. Of als je dat echt zelf kan. En 4 paaltjes uit het bos en je hebt een heerlijk kampeerstoeltje. Lekker thuis gemaakt. Comfortabel, hangend in je stoeltje. Het zit heerlijk. Lekker voorbij het kampvuur. Lekker om even uit te rusten na een potje, wat je ook maar doet. Heerlijk te genieten van het zonnetje in je eigen tuin. Mocht je toevallig een boom in huis hebben, heb je maar 3 paaltjes nodig.